We zien hem hier in actie, ja, dat is hem, nummer 17. Hij heeft alles wat het topmiddenvelder moet hebben. Hij krijgt nu de bal, hè? Nu in het, met de man in de witte kiksen. Waarom is hij belangrijk? Want hij eist eigenlijk alle ballen. Als je in eerste instantie hier zit, toen die bal krijgt, dat is gelijk aanname naar voren. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen dat je gelijk vooruit wil voetballen, vooruit denken. Dat is heel belangrijk. Hij doet altijd mee. En nu krijgt hij hem weer terug. Kijk, dat is ook prettig voor de spelers aan de buitenkant bijvoorbeeld. Als je nu voorbeeld ziet, hij kan niet vooruit actie maken. Dus hij heeft altijd, rekent hij altijd op Fabregas. Hij doet altijd één keer raken, dat zien we hier. Hij hoeft ook niet na te denken. Hup, weer één keertje raken. Hij doet vaak één of twee keer raken. En dat is zoals de kwaliteit van de speler. Kijk eens, ik ga liever in mijn elftal speler hebben. Weer één keer raken. Ja, die snel denken dan de snelle speler. Ja. Want de spelers die snel denken, die geeft snelle pasen. Maar het is ook geen watje, want hij zet ook gewoon als het moet even een flinke tackle erin. Ja, dat is geen enkel probleem. Ja, maar dat heeft hij geleerd bij Arsenal. Ik vind als iemand met 17 jaar zonder enkele moeite 45 wedstrijden voor Arsenal speelt, op allerhoogste niveau. Hij kan ook nog aardig schieten trouwens. Ja, natuurlijk, hij heeft alles. Rechts is de sterkste been? Rechts is de sterkste been, kan ja.